Het is dus zo warm. Yo iedereen, welkom terug bij Get Insane TV op Bike Wednesday. We gaan vandaag een challenge proberen. Allee, challenge, serieuze challenge eigenlijk. Ik ben hier samen met de Koen. We hebben verschillende fietsen en alles bij. We zijn in Luik. En hier is een gigantische trap. Montagne du Brul of zo het wordt het genoemd. We gaan nu eerst eens kijken met de mountainbike of het mogelijk is. Want ik zou eigenlijk de trap willen oprijden. Het is al heel veel gedaan, dat is er afrijden. Zoals Sam Pilgrim en nog andere bekende rijders. Maar ik ken niemand, het kan zijn dat het misschien wel gebeurd is, maar ik ken niemand dat er is opgereden. En dat gaan we vandaag proberen. Misschien ga ik er ook wel eens eerst afrijden met een durofiets voor te zien wat dat geeft. Maar ja, dat wordt de challenge vandaag. Spannend, let's go. Oké, we zijn er geraakt. Ik ga even de trap tonen, het is echt ziek. Ik sta nu boven. Je ziet echt hoe gigant het is nu. Oké, ik ga me klaarmaken nu. Kleren aan doen, want ik ben nog in gewoon jeans. En dan gaan we dat testen. Ik ga gewoon direct ervoor gaan. Ik denk dat het de makkelijkste manier is. En zo weinig mogelijk energie te verliezen. Want alle mensen die hier boven komen zijn allemaal kapot aan het eigen. Dus ik denk dat het echt zwaar gaat zijn. Let's go. Ik ga het klaarmaken. De kleren aan. De Koen heeft zo vriendelijk geweest om mij zijn 20 te lenen. Omdat het simpelweg iets lichter is. En ook iets meer beweegbaar, of hoe moet ik dat zeggen. Het zijn 378 trappen volgens Wikipedia. Dus dat is veel. Je kunt het eventueel natellen dat ik het zelfs geprobeerd heb. Ik ga proberen, ook de regel is dat ik geen voet op de grond heb. Dat is het concept van trail, dus dat is het idee. Rustig ga ik wel doen, als ik echt niet meer kan, probeer even, maar natuurlijk gewoon surplazen. Beast. Ongeveer 10 jaar geleden of zo, rond 20 heb gezeten. Een direct foot dry, oké. Okay. Nice, let's go. Ga naar beneden. Ik denk dat we iets over de helft zitten, maar redelijk massief te lijken. Ik ga kapot gaan daar. Hè. Maar ja, waarom kom ik altijd met zo'n idee naar? Let's go, verder naar beneden eerst. Alright, we gaan eraan beginnen. Deze trap 1. Helemaal tot boven 380. Wish me luck. Laat in de comments een duimpje. Laat weten wat je denkt of het gaat halen. Ik weet op deze moment ook nog niet. Dat zou nice zijn. Oké, okay. Klaar Koen? Klaar. Ready. Thank you.
Yes! Helemaal kapot. What the fuck? Oef. Oh, ik moet zien over hier. Dat is niet goed. We zijn boven geraakt. We zijn echt nog altijd aan het bekomen, 5 minuten later. Maar het was wel echt cool. Halverwege dacht ik even dat het niet ging lukken. Maar het probleem is, het lijkt dat je kunt rusten, maar dat is niet. Dus ook als je rust, zijn altijd spieren, een klein spier opgespannen. En zeker dan met de warmte nu. Het was even heel zwaar, maar ik ben blij dat ik merci voor de fiets. Dan denk ik dat het nog wel lastiger zou zijn met een 26 uur. Misschien voor een volgende challenge. Proficiat. Merci. ja, we gaan zien. Hopelijk zijn we nog eens met de mountainbike naar beneden. Ik wil ook zo wel even Jitsi bedanken. Arizona. Om deze challenge mogelijk te maken. Oké, ik ga nu proberen. Van boven helemaal naar beneden met de Enduro Trailbike. De dikke Santa Cruz. Het is echt wel fucking stijl, dus ik hoop ook niet te veel sneller te halen. Ik altijd controle kan houden. Let's go. That was epic. Went down all those stairs. My arms fucked up. So much arm pump. Oh, it's crazy. Just went down this. Just naar beneden gekomen. Pretty crazy. Oké, iedereen. Ik ga hier de video afsluiten. Het was een super vette dag hier in Montagne de Brule. Je ziet achter mij het uitzicht. Het is echt gigantisch. Ik hoop dat je een goede video vond. Geef de thumbs up, subscribe en tot de volgende keer op Get Insane TV. Ciao guys. En nog één ding, niet vergeten, zet dat belletje aan, dan zie je elke keer als wij terug zo'n vette video posten als deze. Ciao guys, bedankt voor het kijken. Yo!